Slaap je al? Nee. Ik val nooit meteen in slaap als ik bij iemand logeer. Weet je misschien een verhaaltje? Ik heb zo'n robot. Die weet wel een verhaaltje. Een robot? Als hij het nog doet, tenminste. Nou zeg. Hier. Slaap hoor. Ik ken dat verhaal. Zet je me wel uit als hij klaar is? Ja, natuurlijk. Er waren eens 4 kinderen. Bliep. Er waren eens 4 kinderen. Die hadden zitten klieren. Voor straf moesten ze de boekenkast opruimen. Bedankt dat jullie ons na al die tijd hebben bevrijd. Er bent niks veranderd, Pinocchio, Pinocchio. En daar is die oude boze wolf. Altijd vol met schrikken, Aladdin, Aladdin. Leuk om jullie weer eens terug te zien. En heb jij nog steeds die Ik heb een reuze honger, hoor het knorren, mijn buik is zo leeg. Zag ik maar ergens biggen of varkens liggen in bladerdeeg. Dan moet je bij mij wezen, het stond te lezen. Mijn koken werd in heel het land geprezen. Krijg ik dan ook een beetje appelmoes, assepoes? Zul je niet meer jokken, Pinocchio, Pinocchio? Als je niet wat ijdel, Sneeuwwitje, Sneeuwwitje, ach wat kan het schelen, wij zijn vrij. Het werd tijd, Aladdin, wij zijn vrij. Pinocchio, wij zijn vrij. Sneeuwwitje.
De sprookjesfiguren vertellen dat zij gevangen zaten in het boek. Dat had de boze vee gedaan. Jongens, kijk eens wat ik heb. In een oud toverboek vindt Assepoester de toverspreuk die hen tegen de boze vee zal beschermen. De kinderen worden door de sprookjesfiguren uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in het sprookjesbos. En we zijn niet bang voor de boze vee. Die gemene tang zitten wij niet mee. Want er is een tegengif waar ik haar mee sla. Als ze ons dan vangen wil, abacadabra. Abacadabra, abacadabra. Doe je ogen dicht, zeg het zachtjes na. In het grote toverboek, in een diepe la, staat een oude toverspreuk, abacadabra. Maak je telkens iets anders mee? Kabouters! Ja, die zit hier erg veel. En een kat op een bezemsteel. Abacadabra! Abacadabra! En we zijn niet bang voor de boze vee. De gemene tang zitten wij niet mee. Want er is een tegengif waar ik haar mee sla. Als ze ons dan vangen. Abacadabra, abacadabra, abacadabra. Als ik dit vertel thuis, trappen ze me uit huis. Geef ze maar eens ongelijk. Maar dat is nog niets, want hoe het ook verder gaat, we komen toch veel te laat. Huisarrest. Maar de tijd gaat hier niet zo vlug. Je komt echt voor het eten terug. Abacadabra. In het grote toverboek, in een diepe la, staat een oude toverspreuk, abacadabra. Abacadabra, abacadabra. Assepoester was niet met haar tijd meegegaan, want die oude toverspreuk zou weinig helpen tegen deze moderne videovee. De vee was wel met haar tijd meegegaan. Als iemand in het bos een slechte eigenschap liet zien, nam zij hem gevangen op een videoband. Overal had zij tv-camera's verstopt. Nu zocht zij een volgend slachtoffer. Daar was de jokkenbrok Pinocchio met de boze wolf. Pinocchio, ik heb zo'n trek, gooi eens een stukje in mijn bek. Het is oh. Weet zeker wat je zegt of doet, want jokken is niet braaf en goed. Ze mij op video. Pas maar op. En eerlijk waar, geen snoepjes meer. Oh nee, mijn neus, daar gaat ie weer. Jakkebrok. Waarom word ik nooit gelukkig?
Zo werd de jokkebrok Pinocchio het tweede slachtoffer van de moderne boze videovee. Omdat ik een flesje met een geest heb, leef ik lekker stil. Als ik even gil, doet die jongen wat ik wil. Maar Pinocchio was niet de enige die op de cassette werd gevangen. Aladdin, de nietsnut, lag te luieren op het strand. Hij had het best naar zijn zin. De vee richtte haar camera's op de luilak. Als ze zeggen, Aladdin, kom hier. Ik heb voor jou een mooi karweitje. Dan zeg ik, joh, doe me een plezier. Ik zit hier goed op mijn tapijtje. Ik heb zeeënvrije tijd. Inderdaad. En een zalig zweeftapijt. Luchtpiraat. En een flesje met een geest. Die maakt mijn leven tot een feest. En op mijn mooie rode vliegende tapijtje draai ik in het rond. Hoog boven de grond. Waar ik mijn tapijtje vond. En op mijn mooie werken is voor mij niet interessant. Ik weet wel leukers te verzinnen. Lekker in de schaduw op het zand. Met een stuk of wat vriendinnen. Ik heb zeeënvrije tijd. Inderdaad. En een zalig zweeftapijt. Luchtpiraat. En een flesje met een geest. Die maakt mijn leven tot een feest. En op mijn mooie rode vliegende tapijtje draai ik in het rond. Hoog boven de grond, waar ik mijn tapijtje vond. En op mijn mooie rode vliegende tapijtje draai ik in het rond. Hoog boven de grond, waar ik mijn tapijtje vond. En zo werd Aladdin, de luie niksnut, gevangen op een videotape. Maar Aladdin zou niet de laatste zijn. Sneeuwwitje wist dat ze de mooiste in het land werd genoemd. De kleine ijdeltuit kan niet genoeg van haar eigen gezichtje krijgen. Telkens een beetje verwacht.
Je begrijpt natuurlijk wel dat ook Sneeuwwitje werd gevangen. IJdel zijn is een hele slechte eigenschap. Ondertussen zaten Roodkapje en de Wolf jeugdherinneringen op te halen. Ik liep als kleine meid door een groot bos naar grootmoeder Koekjes brengen. Achter een grote boom, als in een droom, daar stond die boze wolf verscholen. Hij had een mens vermoord, had ik gehoord, dus ik begin toch te spijt van alles. Ik had hele wilde haren. Ik deed in die tijd wel meer wat mal is. Ik was mezelf niet. Mooie smoesjes, kan jij maken? Mooie smoesjes. Mannen zeggen dit. Vrouwen zeggen veel, maar ze zeggen niks. Luister naar een vrouw en hoor je dan blauw, want ze zeggen niks. Dat ik stout was. Maar dat je tante wees, als ze nog leeft, of heb je haar ook opgegeten? Ach, al die vrouwenpraat, waar het om gaat, is dat je mij niet wilt geloven. Vraag het Roodkapje maar. Het is niet waar, ik heb nog nooit met opzet kwaad gedaan. Vrouwen zeggen veel, maar ze zeggen niks. Luister naar een vrouw. Wat draaiden die twee om de hete brei heen? Doorzeuren is ook een slechte eigenschap. Ondertussen had de boze vee bijna iedereen gevangen op één iemand na, kleine Jantje. Hij was helemaal alleen overgebleven. Hij wist echt niet wat hij moest doen. Gelukkig kwam hij de prins tegen. Die was op weg naar het kasteel van Doornroosje om haar wakker te kussen. Maar hij beloofde dat hij eerst Jantje de weg zou wijzen naar het hoofdkwartier van de videovee. Gelukkig was de boze vee even plassen. Haar helpers deden een tukje. Jantje had al snel door hoe hij zijn vrienden weer uit de cassettes kon bevrijden.
gipsybanden terug, oh ja dan. Gipsybanden terug, is een beetje vlug, of ik doe jullie wat. Lekker zij aan zij, in de gruwelbrei, kom maar hier. Gipsybanden terug, gipsybanden terug, en dan blijven ze hier. Gipsybanden terug, gipsybanden terug, hoor je dan. Gipsybanden terug, is een beetje vlug, of ik doe jullie wat. En zo bleef de boze videovee alleen in het sprookjesbos achter. Na een kleine wandeling kwam iedereen veilig bij het kasteel van Doornroosje aan. Maar ik wist niet wie je was. Bij mij was mijn hart een zware steen, maar jij maakte het van glas. Voordat jij kwam, was mijn leven leeg, maar jij zag hoe ik als een steekvlam naar de hemel steeg in dat ene ogenblik. Bij mij zie je elke wens verhoord en dat geldt een leven lang. Bij mij is het nu zoals het hoort en ik ben nu nooit meer bang. Ik heb heel lang op je komst gewacht in een groot kasteel totdat jij. Je kuste me zo zacht, er veranderde toen veel. Voordat jij kwam, was mijn leven leeg. Maar jij zag hoe ik als een steekvlam naar de hemel steeg in dat ene ogenblik. En dat heeft je iets verwacht. Voordat jij kwam, was mijn leven leeg. Maar jij zag hoe ik als een steekvlam naar de hemel steeg in dat ene ogenblik. Bij mij is mijn eenzaamheid voorbij, want wij hebben nu. Ziet. Dus jongens, laat het
ik kan begrijpen, die school maakt je soms ziek. Je zou toch het liefste luisteren naar popmuziek. Ik weet het, ik ben zelf ook jong geweest. Helaas is het leven niet altijd een feest, maar vandaag is speciaal. En ik nodig je uit, allemaal! Dus jongens, laat het feest beginnen, de school gaat starten. Nog lang en gelukkig.